Hallo kijkers van Game Like a Q. Ik ben Wout en ik ga vandaag Call of Duty 2 spelen. Zoals ik had beloofd in de Wild Seas serie, doe ik dit in plaats van Saints. We zijn een Russische soldaat tijdens de Tweede Wereldoorlog. We moeten een... Wou weer terug veroveren. En dan heb ik gewonnen. Zoals je ziet zijn het echt een hele oude wapens, maar ook echt de Tweede Wereldoorlog. Het is echt heel anders dan... Wat heb ik? Nou ja. Nou. Oké. Dan beginnen we weer opnieuw. Ik wil alleen maar headshots maken. Oh nee. Yes. Ik weet niet wat het is, maar ik hou van handpistooltjes. Nou, ja. Gisteren ben ik dus echt heel veel episodes van dit daar aan het gaan recorden. Alleen, ik kan erachter dat ik het even veel te hoog had. En mijn harde schijf een beetje vol liep. Dus ik moest alles verwijderen. En nu begin ik weer met, dan met lage kwaliteit. En ik heb dus één idee. Misschien als ik in elke video misschien een onderwerp spreek. Over al dit soort dingen van games. Laten we dan maar gaan doen. Dus heb ik nu een beetje over de agressie tijdens het gamen. Veel mensen als ze gaan gamen, gaan ze heel veel rage maken. Ik heb dat totaal niet en het is ook niet fijn voor de medestanders die daar allemaal bij zitten. It's about that time you showed up. Dus... This way, comrades. Oh, knopje. Ik vind het eigenlijk helemaal niet fijn als mensen zoveel agressie hebben tijdens het game. Ik stom me daar eigenlijk heel erg mee aan. Get down! Oh, naar beneden. Oh ja, dan heb ik nog wat te vertellen. Ik ben met mijn opa ben naar het Artillery Museum gegaan. Ik weet niet meer waar, maar daar hadden we bij de Veluwe in Arnhem. Die hadden ze van alle tijden al op de tijd. Heel veel tanks te staan, kanonnen, alles. Zo mooi om te zien. Dat is echt een authentieke gewoon... tanks waar je ook in kon zitten. Dat is echt hartstikke leuk. Dus ik weet niet meer hoe het heet, maar ik krijg ze echt een omheen te gaan. Het is gewoon interessant, ook als je een oorlog hebt. Als je bijvoorbeeld weet over oorlog. Dus wil je nog wat leuks doen aan je moeder? Dit bij de Veluwe of zoiets. Dan zou ik daarheen gaan. Ik heb niks tegen Duitsers. Ja, ook als ik ze op alleen maar Duitsers boven, maar het wordt gewoon erbij spel. Nu zijn de Duitsers. Klootzakken. Weet je jongens, ik stop bij deze episode. Ik zie jullie de volgende keer.